Hoi allemaal! In de video van vandaag ga ik jullie budgettips geven om in shape te blijven. En dan heb ik het vooral over sporten. Je hoort heel vaak dat mensen zeggen van, oh, ik kan niet sporten want de sportschool is te duur. Slecht excuus, want er zijn zoveel manieren om te sporten en het hoeft niet heel veel geld te kosten. Sterker nog, het kan zelfs gewoon niks kosten. Moet je nagaan. Toen ik nog thuis woonde, toen had ik niet zoveel geld en toen sportte ik eigenlijk alleen maar thuis. En dat deed ik gewoon zelf of dat deed ik met behulp van video's, daar ga ik zo nog wat meer over vertellen. En toen werd ik wat ouder en toen had ik een bijbaantje en toen kon ik een budget sportschool betalen. Dus toen ging ik naar Fit for Free, ging ik sporten. Nou, nog even later ging ik studeren, ging ik uit huis, toen kon ik bij de universiteit vrij goedkoop sporten. En nu woon ik op mezelf en nu vind ik het ook wel belangrijker. En nu geef ik gewoon net iets meer geld uit aan een luxe sportschool en neem ik af en toe personal training. Nou, je kunt het zo duur en goedkoop maken als dat je zelf wil. In het kader van deze budgetweek ga ik het natuurlijk over de goedkope versie hebben. Want sporten kan gewoon heel erg goedkoop zijn. De eerste tip die ik je dan ook wil geven is, kijk of je universiteit of je school of wat dan ook, of die iets van sportfaciliteiten aanbieden voor een lage prijs. Dan kun je wel gewoon van de sportschool gebruik maken, die zijn vaak echt prima. Hebben heel vaak ook groepslessen en dat soort dingen, maar kost je niet al te veel geld. Nou, je hebt natuurlijk ook nog van die echte budget sportscholen, je hebt Fit for Free, je hebt Basic Fit. Je betaalt er gewoon eigenlijk alleen puur voor de apparatuur die je gebruikt. Wat je dan wel hebt is dat je niet heel veel begeleiding hebt en dat je gewoon alles een beetje zelf uit moet pluizen. Dat vind ik zelf een nadeel, maar als je niet te veel geld uit wil geven is dat ook zeker een goede optie. Het kan natuurlijk nog goedkoper en dat is door thuis te sporten. En om thuis te sporten heb je eigenlijk niks nodig. Want je kunt heel erg veel met je eigen lichaamsgewicht doen. Als je op YouTube zoekt naar workouts met no equipment home workout of zo, iets in die sferen, dan kom je al van alles tegen waarbij je eigenlijk alleen maar je eigen lichaamsgewicht gebruikt. En vaak zijn dat super goede oefeningen. Soms, bij sommige dingen wil je toch wat meer uitdaging en wat ik zelf merkte was dat ik op een gegeven moment toch wel wat dingetjes erbij wilde gebruiken omdat ik gewoon mijn lichaam nog verder wilde uitdagen. Ik ben toen begonnen met gewichtjes kopen, ik heb een matje gekocht, ik heb daarna nog wat weerstandsbanden gekocht en dat zijn geen hele dure dingen waarmee je toch al een heel eind komt. Goedkope plekken waar je die kunt vinden zijn onder andere Action, die hebben heel regelmatig die matjes, gewichten, weerstandsbanden, nou ja, waar ik het net al even over had. Verder heb ik ook best wel veel dingen bij Decathlon gekocht. Dat is een vrij goedkope sportzaak die allerlei materialen hebben. En ik kwam pas ook nog een website tegen, sportsb.nl. En die hadden echt voor, 20, 30 euro een hele set met van die kettlebells en allemaal van dat soort dingen. Allerlei benodigdheden. En die daar niet heel erg duur zijn. Dus daar kun je sowieso even een kijkje nemen. Ik had het net trouwens al eventjes over weerstandsbanden. Dit is zo'n ding. Als je thuis sport, is dit een van je beste vrienden. Het idee van een weerstandsband is, het is een soort, elektrische band. Je hebt aan beide kanten heb je een handvat. En wat het handige hiervan is, is dat je zelf kunt bepalen hoeveel weerstand die geeft. Tuurlijk, hij heeft al van zichzelf een bepaalde sterkte. Volgens mij is dit een medium band, geloof ik. Weet ik niet meer. Ik heb deze ooit bij Decathlon volgens mij ook gekocht. Maar wat je dus kunt doen door hem strakker te maken, door bijvoorbeeld je voet erop te zetten, zijn allemaal trucjes voor te vinden online, kun je dus extra weerstand toevoegen waardoor de oefening dus zwaarder wordt. En dit is veel handiger dan wanneer je een set met dumbbells hebt van die gewichtjes en dat je op een gegeven moment, je spieren zijn natuurlijk sterker. Je hebt gewoon steviger gewicht nodig, moet je weer nieuwe dumbbells kopen. Nou, met deze kom je dus echt al een heel eind. Ze zijn te koop in verschillende sterktes. Je hebt ze van licht tot zwaar. En van alles en nog wat. En als je zoekt op resistance bands oefeningen of exercises op YouTube of überhaupt op Google, dan vind je echt voor je hele lichaam vind je oefeningen met deze dingen. Een matje is ook niet geheel onbelangrijk. Ik heb vroeger de hele tijd gewoon op een vloerkleed gelegen. Dat ging op zich best aardig, maar totdat ik eindelijk een matje kocht, toen merkte ik pas dat het wel heel fijn is om een matje te hebben om oefeningen op te doen. Maar ook deze hoeven niet duur te zijn. Ja, je komt ze echt bij Action tegen. Ik heb er vroeger eentje van Hema gehad, die ik net even liet zien. Die is volgens mij van Paddy Sport. Daar vind je ook allerlei benodigdheden, dus dat is ook heel goedkoop. Bovendien, wat een hele goede manier is om je conditie te trainen, is touwtje springen. En dat is iets wat je eigenlijk vergeet als je volwassen bent. Maar dat is een van de beste manieren om je lichaam echt goed te trainen. En een springtouw kost wat? Misschien 3 euro. En daar kun je echt heel veel mee doen. En als je heel erg geoefend wordt, dan kan je hele toffe dingen ermee doen. Natuurlijk kun je ook hardlopen om goed in vorm te blijven. Maar dat is wel iets waarvan je moet houden. En als je gaat hardlopen, zorg dat je goede schoenen hebt om je voeten zo goed mogelijk te beschermen.
Ik had het net al eventjes over video's op YouTube. En serieus, toen ik nog thuis woonde en thuis sportte, waren workout video's mijn beste vriend. Ik had echt een enorme collectie en daar maakte ik super veel gebruik van. En nog steeds, ja, ze blijven favoriet. Ik doe ze tegenwoordig eigenlijk niet meer omdat ik nu op de sportschool altijd sport. Maar als ik je nu weer thuis zou gaan sporten, zou ik meteen die video's weer doen omdat ze zo goed waren. En wat heel erg leuk is, is dat je heel veel van die video's gewoon op YouTube kunt vinden. Je hebt sowieso op YouTube heb je Blogilates. Ik denk dat heel veel van jullie haar al kennen. Dat meisje dat maakt echt fantastische workout video's. Aan de ene kant wel gebaseerd op Pilates, maar ze doet nu ook steeds meer andere dingen. Ze heeft een beetje korte video's, ze heeft lange video's van, weet ik wel, 20 minuten waarin je hele lichaam traint. En dat zijn sowieso hele fijne Pilates-achtige video's om je lichaam mee te trainen. Verder zijn er ook nog wat meer van die echt professionele video's die vroeger dan op DVD uitgebracht werden, die nu ook gewoon op YouTube staan. Ik had hem even opgeschreven. Oh ja, Be Fit heet het kanaal. En daar vind je allerlei, ja, gewoon echt volledige workout video's. En echt alles zit ertussen. Je kunt boksen, je kunt yoga, pilates, je kunt aerobics doen. Van alles en nog wat is allemaal gratis op YouTube te vinden. Wat ook een hele goeie is, maar die ik zelf nooit heb vol kunnen houden, was 30 Day Shred. Ik denk dat heel veel van jullie die al kennen. En dat is van Jillian Michaels. En dat is echt een loodzware circuit training waar echt je hele lichaam volledig afgemat wordt. Maar waar je wel volgens mij super goed in shape van komt. Sowieso alle video's van Jillian Michaels zijn echt fantastisch. Dus neem er ook even een kijkje bij als je thuis wilt trainen, want er zitten echt hele goede video's tussen. Twee videoseries die ik vroeger heel erg veel gedaan heb, echter heb ik uren heb ik daarmee gesport, waren Windsor Pilates. En dat zijn dus vrij klassieke Pilates workouts. En Taibo van Billy Blanks. En die twee series die werden heel vaak vroeger op televisie uitgezonden van, oh, koop dit. Nou, je vindt ze nu gewoon super makkelijk online. Als je op YouTube gaat zoeken op Windsor Pilates, kom je bijna alle workouts tegen. En als je op Billy Blanks Taibo zoekt, kom je ze ook tegen. En Taibo, dat is echt een beetje, ja, je gaat een beetje boksen, je gaat een beetje schoppen. En je hele lichaam wordt geactiveerd en daardoor ben je gewoon echt wel lekker aan het sporten. En dat waren vroeger echt wel grote favorieten van mij. Oftewel, op YouTube vind je heel erg veel video's die je kunt doen. Echt, je kunt zo gek niet bedenken, je kunt een workout video vinden. En wat je dan gewoon doet is hup je laptop of wat dan ook op tafel neerzet. In het slechtste geval zet je je iPhone, iPad, whatever neer. En je kunt gewoon lekker gaan sporten. Verder kun je ook sowieso online heel erg veel dingen vinden. Dus als je meer informatie wil weten over, ja, hoe je thuis kunt beginnen met sporten, waar je op moet letten en dat soort dingen, er is gewoon online heel erg veel te vinden. Je hebt allerlei fitnessfora. En bijvoorbeeld op de site van bodybuilding.com, daar vind je heel erg veel uitleg over hoe je oefeningen uitvoert. En ja, laat je niet intimideren door het feit dat de site bodybuilding heet. Maar ze hebben gewoon hele goede basisoefeningen. Hebben ze daar staan. En daar heb je nog veel meer sites van. Dus op die manier kun je gewoon vrij goedkoop, kun je gewoon je lichaam thuis trainen. En is het excuus dat je de sportschool niet kunt betalen, kun je niet meer gebruiken. Ik hoop dat jullie iets aan deze video gehad hebben. En dat jullie nu gewoon de tools hebben om thuis lekker aan de slag te gaan. En goed te gaan sporten. En ik wens jullie er heel veel succes mee. Als jullie nog favorieten fitness YouTube video's hebben, laat het hierachter bij de comments. Want ik denk dat iedereen er wel wat aan heeft als ze favorieten van anderen ontdekken. En op die manier ontdek je weer andere soorten video's die je zelf misschien nooit tegengekomen zou zijn. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doei! Dus de eerste 2 jaar heb ik echt met een leven van 6 euro per dag. Dat ging me best wel goed af eigenlijk.